Het ministerie in Arnhem heeft 15 en 17 jaar cel geëist tegen Björn en Gjordan D uit Nijmegen. De broers worden ervan verdacht Najim en Ottam Echakki om het leven te hebben gebracht. Die werden op 9 mei 2016 doodgeschoten in café Istanbul in Nijmegen. Volgens de officier van justitie zouden beide broers hebben geschoten. Björn ontkent dat hij dat gedaan heeft. Zijn broer Gjordan zegt gehandeld te hebben uit noodweer. De officier betwijfelt dit omdat een van de slachtoffers weggedoken zat achter de bar en in zijn rug werd geschoten nadat hij probeerde te vluchten. Volgens de officier is er geen sprake van moord, maar van dubbele doodslag, omdat de verdachten niet naar het café gingen met het idee om de broers dood te schieten.